Vandaag zit ik voor 24 uur geboeid aan jullie. Mag ik nog even naar de wc? Nee, we gaan samen. Had je dan niet even wat eerder kunnen doen? Ja, dat is wel leuk. Als jij het 24 uur volhoudt, win jij 50 euro. Dan ga ik goed mijn best doen. Ik ga jou allemaal challenges geven en elke challenge wordt een tikkeltje moeilijker. De eerste, zet een bouwpakket in elkaar. We zijn nu onderweg naar de bouwmarkt om een bouwpakket te kopen. En op zoek naar een nachtkastje. Voor de mensen die het nog niet wisten, Julia is mijn zusje en dat hoor je vooral aan onze stem. Luister dit maar. Hoi. Nou, ik heb nog nooit zoiets in elkaar gezet. Huh? Wij zijn samen niet het beste bouwteam, want nadat stap 1 niet eens lukte, werden we erg geïrriteerd op elkaar. Ja, domme hoor. Huh? Met die stomme opdrachten. Ja, nou, ik had niet verwacht dat het zo kut zou zijn, hè? Waar begin je kamers mee van? Waar moet je dan in? Want hier... We hebben een stapje gemist. Een kleine ruzie en 2 uur verder, maar het kastje staat. Moving like the speed of sound. Yo! Vanaf, baby. Ik moet met mijn arm mee naar jouw kop. We gaan snel door naar de volgende opdracht. Koop een cadeau voor elkaar. Gaan we naar de stad? Dat ja. Mij leek het wel leuk als we gingen fietsen. Oké. Okay. Gaat het goed? Zeker. Heel goed. Mijn mama daar. Wee. Wee. Oh, dat ging best soepel. Ik weet niet wat Charlotte wil, maar ik kan misschien kleren voor haar halen. Dat hoor ik gewoon. En nee, want kijk wat voor shirtjes we aan hebben. Wow. Die zijn van mijn eigen website. Hoe heet die website? Mijn site heet charlottetk.shop. En je kan het vanaf nu bestellen. Kopen. Kijk de video helemaal af als je een verrassing bij je bestelling wil. En voor nu gaan we door met de cadeauopdracht. Ja, dit wordt het. Weet je wel ook al iets? Of deze, ik denk deze. Oké, we hebben nou allebei een cadeau voor elkaar gekocht. En dan gaan we nu proberen het cadeau in te pakken. Nu mogen jullie de cadeaus wel zien. Julia heeft een flamingo knuffel voor mij gekocht. En ik heb een slijmmaker voor Julia gekocht. Nou, die is voor jou. Veel plezier ermee. Dit kleine kleurtje. Oh, die is nog groot. Jij kan echt niet inpakken. Maar ik had maar 1 hand, dus dat was het al lastig. We hebben natuurlijk gelijk het slijm gemaakt en wat was het een succes? Oh, een hele mooie roze flamingo knuffel. Die wilde jij wel, dacht ik. Oh ja. Die wil ik echt wel heel mijn leven, dankjewel. Nu snel door naar de volgende challenge. En dat is? Ga iets koken. En waar heb je voor gekozen? Pizza. Zo, en waarom heb je pizza gekozen? Ja, dat vond ik denk ik wel het makkelijkste. Zou je het vaker willen aan mij? Ik zou best wel 24 uur mijn vastzitten. Ik ben blij dat deze handen een beetje kan gebruiken. Want als dat niet kon, was het echt heel lastig. Weet is dat ik zo meteen echt iets heel erg leuk heb, waardoor ze eigenlijk nog maar 1 hand kan gebruiken. Daar kon ik echt helemaal niks van maken. Heel veel mensen denken ook dat wij dezelfde persoon zijn. Ja, doe maar dicht. Jo! Wij zijn goed in koken samen. Het eten gaat ons wel lukken. We hebben de pizza lekker opgegeten en nu komt hetgeen wat het Julia lastiger gaat maken. Julia, ik merk dat dit wat te makkelijk is, want deze hand kan je ook gewoon nog gebruiken. Ja. We gaan het moeilijker maken. Ik heb een trui gemaakt. Gebruikt! Oh! We gaan nu zo door het leven. We gaan trouwens ook de volgende opdracht gelijk doen. Ik hou je mond! Voor de volgende challenge gingen we varen. Maar zoals je kan zien, ik ben daar niet zo goed in. Ik heb mijn hand er wel gewoon bij voor de sier. Ik kan het niet, dus jullie moeten het doen. Ja, jij kan zeker niet varen. Flashback. Pas op, we gaan bijna de brug onder. Oh, hey. Ik denk ook wel de piepo's. Morgenochtend doen we de laatste opdracht. En dat wordt heel leuk. Jij gaat wel bij mij in bed, hè? Want ik wil niet in jouw stinken. Mijn bed ligt veel lekkerder, jongen. We hebben het dezelfde.
Hierna gingen we ons klaarmaken voor bed, dus even tanden poetsen. Happy, happy, happy! Happy, happy, happy! Happy, happy, happy! Slaap lekker. Julia vraagt zich vast af waar we zijn. Ja, zeker. We zijn in een gymzaal voor de laatste challenge. Oh, spannend. En ik heb iemand die het jou heel erg moeilijk gaat maken. Het is... Hey! Dit is Sam. Dit is Sam. Ja, Charlotte heeft mij dus gevraagd om het Julia heel moeilijk te gaan maken. Want als ze de 24 uur volhoudt, krijgt ze natuurlijk 50 euro. Het is het laatste uurtje, dus we gaan snel beginnen. Sam had trouwens helemaal niks voorbereid, dus dit wordt wat. Wat gaan we doen? 10 kop doen. Dat kan niet, we hebben één arm. Nee, dat kan niet. Trampoline, spring. Doe. Allebei even vastpakken en dan... Jij kan echt niet zoveel, hè? Nee, de volgende challenge. En dat moeten jullie winnen tegen mij. Jullie gaan een potje hockeyen. Als we niet winnen? Als je niet wint, ligt jullie eruit. Maar dat ligt waarschijnlijk echt genoeg als we winnen. Julia zit op hockey, dus ze heeft een voordeel. De eerste die 3 punten heeft, die wint. 2, 1, 1, 2, 1, 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 1
Ik kan natuurlijk niet tegen mijn verlies, dus dit potje was ik even vergeten dat ik 50 euro kon verliezen als we dit wonnen. Dus ja, toen was het opeens 2-2. Zo, we staan al gelijk. Nou, ik zal hem oppassen. Ja! Ja! We hebben gewonnen! Oké, dus je maakt nog kans op de 50 euro. Willen jullie stoppen? Ja. Mag niet, jullie moeten een rondje rennen. Acht. Jij kan echt niet inpakken. 7. Hey. 6. Genieten. 5. Wow. 4. Nee, dat kan niet. 3. Ja. 2. 1. Ja. Ja. Oeh, goed zo. We mogen hem uit. Ja. Dus Julia, dat betekent dat jij 50 euro hebt gewonnen. Veel yes. plezier ermee. Dankjewel. En vergeet niet je merch te kopen op charlottetk.shop. Want bij een random bestelling doe ik deze Siamese tweelingtrui erbij. Dus bestel zeker even. Joehoe!